Hey, hallo iedereen en welkom terug. Ik weet, ik heb een hele tijd niks gepost of gemaakt. Maar voor degenen die mij al een tijdje kennen, die weten dat dat komt omdat ofwel enerzijds ik zelf door een heel proces aan het gaan ben, of anderzijds omdat ik het niet voel, omdat ik geen verbinding voel met content dat ik wil creëren. De ervaring heeft mij geleerd dat wanneer ik gewoon maar video's maak of blogs schrijf, gewoon omdat ik vind dat ik moet doen, dat het nooit vanuit dezelfde energie ontstaat als wanneer ik ertoe gedreven word, ertoe geïnspireerd word. Dus vandaag voelde ik het wel. Ik voelde het eigenlijk gisteren al, maar ik was eigenlijk te moe om het dan te doen. Dus had ik het voor vandaag gepland. En vandaag gaat het over hoe dat je leert vertrouwen. En vooral daaraan gekoppeld, hoe leer je dan eigenlijk ook dingen loslaten? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt door klanten waarmee ik samenwerk. Die doorheen hun bewustwording gaan en die eigenlijk leren om hier af te stemmen op de flow van het leven. Dat is ook iets wat ik zelf heb moeten leren. Want als macht zijnde en perfectionist, ex-perfectionistisch zijnde, was dat voor mij ook een hele uitdaging om controle los te laten. Maar om jou eigenlijk een voorbeeld te geven van hoe dat universum werkt, wil ik jou een kleine anekdote vertellen. Want eerlijk gezegd heb ik ondertussen genoeg verhalen dat ik met jou kan delen waar dat het universum mij getoond heeft hoe dat het werkt en hoe dat loslaten eigenlijk ook altijd werkt voor je hoogste goed. Dus, maar wat ik vandaag wil vertellen is eigenlijk wat er gisteren gebeurd is. Gisteren had ik een afspraak voor de jaarlijkse technische controle van mijn auto. Nu, het was de eerste keer dat ik met mijn auto naar de controle moest, omdat ze eigenlijk nog maar 4 jaar was. Dus verwachtte ik eigenlijk geen probleem. Nu, toen dat ze bezig waren met de keuring, voelde ik dat er iets niet was zoals dat het eigenlijk zou moeten gaan. Maar terwijl ik daar zat te wachten, wimpelde ik eigenlijk mijn gevoel af, want ik wou natuurlijk geen problemen manifesteren. Dus hield ik mijn gedachten positief, focuste mij op andere dingen en ging eigenlijk uit van een probleemloze keuring. Maar je voelt de bui waarschijnlijk wel aan hangen. Op een bepaald moment was de controle gedaan, de controleur riep mij en hij vertelde me heel doodleuk dat 2 van de 4 banden die op mijn voertuig lagen niet de correcte maat hadden. Dus niet in overeenstemming waren met de snelheid index of iets dergelijks. Met andere woorden, de banden die op mijn voertuig zouden lagen, 2 van de 4, waren eigenlijk niet snel genoeg volgens de snelheid die mijn voertuig zou kunnen behalen. Want dat ging over 180 km per uur. En met de wagen dat ik heb, dan kan ik jou zeggen dat je daar geen 180 km per uur mee moet rijden als je het wilt overleven. Maar schat. Dus, doordat de banden zogezegd niet de correcte maat hadden, kreeg ik een rode kaart. Ja, dus ik was natuurlijk in alle staten. Vooral op het moment dat ik terug in mijn auto zat, alles betaald had en eigenlijk wegreed van de keuring. Omdat het leek en het ging om de 2 banden die ik nog niet had vervangen. En die dus eigenlijk origineel bij het voertuig zaten. Dus ik was helemaal van de kaart, want als dat inderdaad zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat ik 4 jaar geleden een voertuig had gekocht met 4 verkeerde banden. En dat is eigenlijk al 4 jaar gevaar zou lopen door met dat voertuig rond te rijden. Nu, lang verhaal kort. Ik reed naar huis, voelde me gefrustreerd, want nu moest ik door de schuld van anderen 2 nieuwe banden kopen. Een kost waar ik niet op gerekend had. En bovendien moest ik, zat ik eigenlijk in een tijdsspanning, want ik moest binnen 15 dagen alles in orde brengen en ik mocht met mijn voertuig niet meer rijden, behalve naar de garage en naar de keuring en naar je huis. Dus een dikke streep door mijn planning. En bovendien had ik eigenlijk gewoon geen zin en wou ik geen energie en tijd daarin stoppen. Ik had dat niet zo ingepland en ik wou daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Dus ik reed naar huis en voelde dat ik mijn verhaal kwijt wou. Dus ik belde naar mijn ouders, zodat ik mijn gedachten even kon ordenen door met iemand anders te praten. Ik weet, ik heb mezelf ondertussen, als ik met zaken zit, dan kan ik mijn gedachten ordenen door daarover met anderen over te spreken. Dan hoefde ik zelfs niet altijd advies of een mening van iemand anders te krijgen, maar gewoon door mezelf te horen spreken, door alles mezelf te horen zeggen, krijg ik vaak nieuwe inzichten. Nu,
Op dat moment kwam ik tot hetzelfde besluit, namelijk dat de garage eigenlijk, waar ik mijn voertuig gekocht had, eigenlijk daar een passend antwoord mocht op geven, aangezien dat het om twee originele banden ging. Dus na een telefoontje met de garage, waar ik het probleem uitgelegd had, mocht ik onmiddellijk langs gaan. En voor ik langs gegaan was en voordat ik eigenlijk gebeld had, had ik hulp gevraagd aan het universum en aan mijn gidsen om alles op te lossen voor mijn hoogste goed. Maar ik vroeg ook om mij te tonen wat de les hier in deze situatie was. Want alles in je realiteit is een kans om lessen te leren. Gebeurt eigenlijk om jou een kans te geven om te groeien. Dus ik besloot om het los te laten, omdat het ook voor een stuk, een heel groot stuk, niet aanvoelde als mijn probleem. Dus hoefde ik mij er ook niet slecht door te voelen. Laat staan dat ik mij bijvoorbeeld door angst of het gevoel van slachtofferschap, zijnde van waarom overkomt mij dit weer, te laten leiden. Bovendien had ik in de namiddag ook een klantgesprek en ik wou mijn energie en mijn aandacht volledig daarop focussen. Dus vanuit het gevoel dat eigenlijk alles reeds is opgelost, ging ik dan ook later in de namiddag naar de garage. Nu, ik werd daar heel professioneel en vriendelijk geholpen. Ze hebben ook alles bekeken en alles opgezocht. En toen bleek dat de banden wel correct waren. Maar, wat was nu? Het symbool dat ze eigenlijk nodig hadden om te weten wat correct was, stond eigenlijk vermeld onder de normale plek van die juiste code. Ik ben geen garagist en geen technicus en mechanica, hoe noem je dat allemaal. Maar dus bleek dat toch wel om de juiste banden ging. Nu, de verantwoordelijke van de garage heeft voor mij dat naar de technische keuring gebeld, waardoor ik onmiddellijk mocht teruggaan en zonder problemen eigenlijk een groene kaart heb gekregen. En wat excuses. Nu, opgelost, les geleerd. Waarom vertel ik jou dit? Omdat ik eigenlijk net door hulp te vragen aan het universum en aan mijn gidsen, kon ik eigenlijk dat hele stomme voorval loslaten en vertrouwen dat alles opgelost was. Maar hetgeen wat mij meeste opgevallen was, is dat de oplossing eigenlijk zelf nooit aan mij opgekomen was. Ik had gedacht dat er inderdaad een fout was gebeurd en hierdoor die problemen waren ontstaan. Maar echter door er eigenlijk van weg te stappen en het volledig los te laten, heb ik de ruimte gegeven aan het universum om mij te tonen dat er oneindig veel oplossingen zijn. Ook degene waar ik eigenlijk zelf niet aan gedacht had. En dat is wanneer de magie zijn werk doet. Dus wanneer je zelf tegen obstakels aanloopt of stomme voorvallen, zoals dat van mij, meemaakt, zorg ervoor dat je zelf niet vastzet door ervan uit te gaan dat het op een bepaalde manier moet gebeuren. Vraag hulp, laat los en vertrouw dat alles gebeurt zoals het moet gebeuren voor je hoogste goed en zie wat er gebeurt. En dan komen we natuurlijk bij de vraag van, maar hoe kan ik dan loslaten? Hoe kan je loslaten? Hoe doe je dat, Lindsay? Wel, loslaten is eigenlijk niet zo moeilijk. Alleen hebben we nooit geleerd hoe je dat moet doen en daarom is het voor veel mensen lastig om die controle los te laten. Nu, in eerste instantie is het belangrijk dat je beseft wanneer je controle probeert vast te houden, dat dat eigenlijk voortkomt vanuit het niet vertrouwen. En dan mag je jezelf de vraag stellen, wat vertrouw je niet? Vertrouw je jezelf niet? Vertrouw je jouw pad niet? Vertrouw je het universum niet? Vertrouw je niet dat alles gebeurt voor je hoogste goed? Vertrouw je niet dat er iemand is die altijd je backup is of geeft? Vraag dat, sta daar stil voor stil. Stel jezelf die vraag en neem even de tijd om daar eigenlijk over na te denken, over te voelen. En ik begreep het. In het begin is het heel eng. Eng om die touwtjes los te laten en zien wat er gebeurt. Je zou het kunnen vergelijken met dat je op een rollercoaster zit, maar voelt dat de bescherming niet voldoende is om je stevig op je stoel te houden, terwijl je ondersteboven zal gaan. Maar weet dat wanneer je dus zou vallen, het universum automatisch zorgt voor het valnet. Dus je bent hoe dan ook beschermd. Altijd en overal. Maar je moet vertrouwen dat het ook zo is. Als jij niet gelooft dat het zo is, dan is dat ook dat hetgeen wat je gaat ervaren. En daarom is het ook belangrijk om te zeggen dat het universum niet werkt onder het motto van eerst zien en dan geloven. Want dat komt voort vanuit het niet vertrouwen, vanuit angst, vanuit het willen behouden van je controle, dus eigenlijk vanuit je ego. Maar het is wel het omgekeerde. Eerst geloven en vertrouwen. En gewoon ook weten. En dan zal je het zien. Dan gaat dat jou verschijnen. Waarom? Wel omdat we eigenlijk met onze gedachten en onze emoties die realiteit om ons heen vormgeven. En hoe hoger je bewustzijn wordt, hoe meer dat je bewezen zal zien van die universele wet.
Het is onmogelijk om dat allemaal in een blog of een video uit te leggen, maar ik wil je natuurlijk alvast op weg zetten zodat je weet hoe dat je kan loslaten, zodat je daar al mee kan gaan experimenteren wat dat voor jou betekent, wat dat voor jou allemaal kan brengen, waar je zelf nog tegenhoudt, waar je nog te veel probeert die controle te houden. Nu, wanneer ik met een obstakel geconfronteerd word, dan zorg ik er eerst voor dat ik bewust word van mijn gedachten en gevoelens. En dat maakt er ook dat je ook patronen zal beginnen ontdekken. Dat je gaat zien welk thema dat er aan boven komt. Wat dat er mag geheeld worden. Waar dat je nog eigenlijk verkeerd denkt vanuit iets wat je ooit aangeleerd hebt. Van wat je ooit zelf hebt wijsgemaakt. En natuurlijk is elke situatie anders. Iedere persoon is anders. Iedereen zijn persoonlijke groei is anders. Maar wat dat wel vaak is dat onze innerlijke rust verstoord wordt. Niet alleen omdat we het toelaten. Maar omdat we eigenlijk meningen van anderen en uiterlijke omstandigheden veel meer kracht geven dan onze eigen intuïtie en onze eigen waarden. Maar daar heb je natuurlijk geen controle over. Dus dat maakt dat je die angst gaat gaan voelen en dat je eigenlijk denkt dat die innerlijke rust er niet meer is. Maar die innerlijke rust is er altijd. Dus wat moet je dan gaan doen? Door je aandacht eigenlijk te veranderen van buiten. Waar je gericht bent op je realiteit, op meningen van anderen, op wat er allemaal gezegd wordt, dan draai je eigenlijk een keer die aandacht eigenlijk naar binnen. En dan ga je merken dat daar die innerlijke rust wel is. Daar heb je wel die controle. En vertrouw op wat dat je intuïtie zegt, niet op wat de anderen jou opdringen. Want iets wat iemand anders zegt, dat werkt voor hen of haar, hoeft daarom niet per se jouw oplossing te zijn. Dus laat het universum jou tonen wat dat de beste oplossing is. Want met ons beperkte referentiekader zijn er oneindig veel mogelijkheden waar we eigenlijk zelf nog niet aan dachten. Dus hou alles open. Hou je hart open, hou je mind en je gedachten open. Alles kan. Dus ook het kleinste, stomste waar je nu niet aan denkt. Zoals bijvoorbeeld, in mijn voorbeeld, ik was er echt vanuit gegaan dat er inderdaad een probleem was met die banden, dat die te klein waren of niet aangepast waren. Maar eigenlijk bleek het gewoon dat de controleur niet het juiste symbool gezien had. Probleem opgelost. Nu, eens dat je allemaal bewust hebt aangekeken en de emoties hebt erkend, kan je eigenlijk terugkeren in het nu. Dan focus je op je ademhaling en kan je jezelf de volgende vragen stellen. 1. Kan ik er nu iets aan doen? 2. Moet ik er nu iets aan doen? En 3. Ben ik of iemand anders op dit moment, dus echt in het nu, in gevaar? En het antwoord is ook meestal nee. Het kan natuurlijk zijn dat je in een kritieke fase, in een kritieke situatie zit, waar er wel gevaar is en dan moet je natuurlijk wel actie ondernemen. Maar vaak, in de meeste andere omstandigheden, maken we ons eigenlijk gewoon zorgen en voelen we gewoon angst voor dingen die dat we van denken dat in de toekomst zullen gebeuren. Maar het is niet zo, dat is een illusie. Je kan dan nog zelf bepalen hoe dat allemaal zal verlopen. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon kan doorgaan met je dag en alles kan loslaten. Ontspan en dan komt het volgende, focus op wat je wel wilt ervaren. En dan zorg je ervoor dat het universum alles kan oplossen voor je hoogste goed. Omdat jij vertrouwt in het grotere geheel van alles. En ondertussen werk je doorheen elke trigger die opkomt. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom er obstakels op ons pad komen. Namelijk om onze kans te geven om nog op een dieper niveau te gaan healen. Zodanig dat je de zuiverste versie van jezelf de wereld in kan zetten. En dat is bijvoorbeeld ook hetgeen wat we gaan doen in het mentorship, het groepstraject zelfrealisatie via het hartgedragen bewustzijn. We overlopen de verschillende fasen van ascensie en bewustwording. En gedurende dat traject van 9 weken gaan we niet alleen trauma's healen op een deep level, we gaan ook overtuigingen ombuigen of transformeren. En ga je eigenlijk gaan leren hoe dat je jouw realiteit, op welke manier je eigenlijk jouw realiteit kan gebruiken als een spiegel om te kijken van waar dat je bent op het pad van zelfontwikkeling en zelfrealisatie. Ik reik meer tools aan, ik leer je meer tricks, zodanig dat eigenlijk jouw passie kan vormgeven en je beste leven nu al kan gaan ervaren. En allemaal vanuit de dingen dat ik zelf ervaren heb, zelf geleerd heb, zelf gechanneld heb. Dus ik heb het niet overgenomen van iemand anders. Ik heb het doorgekregen via het universum, via de gidsen, wat dat ook wel het woord wel dan geven. Dus dat maakt net dat de informatie die ik je leer, aanleer, dat ik weet dat het ook werkt. En dat is ook hetgeen dat het traject is eigenlijk ook een stukje gebaseerd op het boek dat ik geschreven heb, 96 Vlammen, die aanstaande vrijdag 26 maart verschijnt en beschikbaar is.
Zodanig dat iedereen of zoveel mogelijk mensen in staat zijn om een eigen ascensie, een eigen leven eigenlijk weer in handen te gaan nemen. En eigenlijk de controle kunnen nemen over hun eigen transformatie. Nu, wil je samen met mij ook dat transformerende traject doorlopen? Of wil je er meer over weten? Dan ga ik in de box hieronder een linkje naar de website vermelden, zodanig dat je kan gaan voelen wat dat met je doet. Misschien is dit wel het traject waar je zit op te wachten. Misschien ook niet, en ook dat is oké. Okay. Maar voor de rest hoop ik dat je een aantal stappen, een aantal tools, een aantal punten hebt van inzichten hebt mogen ontvangen, zodanig dat je ook op een hele moeiteloze manier dingen kan loslaten. Hoe erg of hoe moeilijk het soms ook is, maar ik weet dat jij het ook kan. Zo, ik ga mijn best doen om weer vaker aanwezig te zijn, om vaker weer video's en blogs te maken. Maar zoals dat je ook weet, ik ga ook door mijn eigen transformatie, mijn eigen groei verder heen. En soms betekent dat dat ik dan geen ruimte meer over heb om extra gratis content aan te maken. Dus, zoals dat altijd, wens ik u heel veel liefde, heel veel licht en tot in de volgende video. Dag!